Ik spreek zo meteen met twee vertegenwoordigers van toneelvereniging uit Beugen, Tobe, die op 2, 3, 9 en 10 juni aanstaande het toneelstuk Boer zoekt het hogerop gaan spelen. Ik spreek met Mart-Jan Zegers, de regisseur, en Piet Wouters, de hoofdrolspeler. Mart-Jan Zegers, regisseur van toneelvereniging Tobe uit Beugen. Jullie spelen op 2, 3, 9 en 10 juni Boer zoekt het hogerop. Hoe is het idee ontstaan om met dit toneelstuk te beginnen? Ik kwam een jaar geleden hier wonen in Kuik en via kennis werd ik gevraagd van, want ik heb in de toneelwereld, de professionele wereld gewerkt, van heb je geen zin om het te regisseren? En toen zei ik ja, maar ik heb een bepaalde manier van werken. En toen heb ik eigenlijk een stuk voorgesteld van, kunnen we dit stuk doen? Dat is een komedie uit de 17e eeuw, maar ik ga dat met jullie bewerken. En het hier en nu schrijven. Zodat het echt een stuk wordt wat van jullie is. Ja. En toen hebben ze erover nagedacht. Zeiden, ja, dat lijkt ons een goed idee. En in oktober zijn we begonnen te repeteren. En nu zijn we er bijna klaar voor, want volgende week is de première. Ja. Maar het is echt een stuk wat is ontstaan naar aanleiding van de kennismaking, van de ideeën die we met elkaar hebben uitgewisseld. En zo heb ik dat stuk bewerkt. Dus het komt eigenlijk oorspronkelijk uit de 17e eeuw. Traditionele toneelvereniging die leest een boekje, die krijgt een tekstboekje, die gaan aan het leren, aan het lezen en dan gaan ze aan het repeteren. Ja. Bij jou ging dat dus niet. Nee, dat vonden ze ook in het begin best wennen. Ja. Maar het levert denk ik veel meer op, omdat je het veel meer van jezelf maakt. Hè. De spelers worden veel meer daarin in gekend. Wat kun je, wat wil je spelen? Ik pas het wel aan. Als je daar niet kunt, dan gaan we iets anders bedenken. Ja. Want amateurspelers die moeten plezier hebben. Die moeten plezier kunnen uitstralen op het toneel. Mm-hmm. Die moeten niet denken van, dat kan ik eigenlijk niet. Ja. En dat was eigenlijk mijn belangrijkste inzet. En dat is denk ik wel aardig gelukt, ja. Hoe groot is de cast die speelt? Dat is best een grote cast. Er zijn 11 mensen. De oudste is rond de 70 en de jongste zijn 12. Twee jongens. Okay. Dus dat is een heel palet. De hele samenleving. Ja, ja. De hele generaties komen langs. Maar als je zo'n stuk gaat spelen, hè, Boer zoekt het hoger op, dan zit je vaak met de beperkingen in een zaal. Er moet een decor gebouwd worden. Hoe los je dat op dan? Nou ja, we gaan op locatie spelen. En het is ook ik denk dat het publiek het ook veel spannender vindt op locatie naar toneel te gaan kijken. Wat voor een stuk is het? Comedie, klucht, drama? Ja, het is echt een comedie. Ja. Het oorspronkelijke stuk uit de 17e eeuw is een comedie van Molière. Dat is een klassieker, die kon er echt wat van. Maar ik heb het gewoon naar het hedendaagse toegebracht. Maar echt altijd de inzet van, een scène moet leuk zijn, er moet plezier uit voortkomen. En ja, daar zijn allemaal leuke grapjes tussendoor. Ja. Dus, en ik merk ook dat de spelers gewoon heel erg groot komisch talent hebben. Ja. En dat kunnen we helemaal benutten nu. Dat is heel leuk. Hoe lang duurt het stuk? Het duurt ongeveer 2 uur met een pauze, die is wel belangrijk daarin. Dus het is een avondvullende voorstelling. We hebben ook op locatie ook de kans om vooraf koffie te drinken en allerlei dingen. En na afloop is ook een bar open waar we met z'n allen gezellig kunnen naborrelen. Mm-hmm. Dus dat lijkt bijna een schouwburg, maar het is lekker op een boerderij. Piet Wouters, hoofdrolspeler van Boer zoekt het hogerop. Normaal gesproken speel je een toneelstuk in een gemeenschapshuis, maar jullie hebben ervoor gekozen om het op locatie te doen. Ja, dit stuk is heel, heel geschikt om op locatie te spelen, achter een boerderij. Dus en aangekleed met van alles nog, een tribune gebouwd. En de sfeer van de boerderij, zeg maar, komt ook in het stuk ten goede, zeg maar. Ja. Ja. Wanneer spelen jullie? We spelen 2, 3 en 9 en 10 juni. Ja. Aanvang? Aanvang 8 uur. Als ik een kaartje wil bemachtigen, waar moet ik zijn? Dat kan in het gemeentehuis in Beugen, AMC in Beugen, of via de website toebie.nl. Ja. Eerder zat Mart-Jan Zegers hier aan tafel. Die zei van ja, ik ben met een idee gekomen bij jullie om te gaan spelen. Jij speelt al een aantal jaren mee. Ja. Hoe moeilijk was het om niet alle tekst al te hebben voordat je aan een toneelstuk begint? Ja, dat was best wel wennen, want wij kregen eigenlijk een rol waarin die rol moest nog geschreven worden. Ja. Maar dat was ook wel weer fijn, want je kon je wensen
kenbaar maken, die Martjan dus ging invullen. Ja. En de wens van mij was dus om in het dialect te spelen. En ja, dan zegt Martjan, dat is geen probleem, dan ga je mooi in dialect spelen. Dus ja. Wanneer is het voor jou geslaagd? Wanneer het voor mij geslaagd is, is als wij als spelers, zeg maar, met heel veel plezier het stuk volbrengen, als de regisseur tevreden naar huis gaat. En als het publiek met een glimlach naar huis gaat en hier nog heel lang over napraat. Okay, dankjewel.